voetballers uit Leopoldstad komen vriendenwedstrijden spelen in België. Een sponsor voert zich gratis op. Bij Standaard in Luik tegen Anderlecht hebben ze dan al met 9-1 verloren. Het loopt allemaal erg hoffelijk met bloemen en zo. Voetballen onder het waakzaam oog van geestelijken, twee zwarte paters en een proost. De Congolezen doen heel België aan, per trein naar Wallonië, per boot in Brugge. En weer met de Sarmabus naar wat toen nog de Belgische kust heette. Ze doen er wat toeristen gewoonlijk doen. Opnieuw voetballen tegen mindere goden, FC Knokke. Dit is een training natuurlijk. Ze spelen een tiental matchen en met een beker veroverd in het moederland oogsten ze thuis, in de Belgische kolonie, groot succes.